laatste toffe vee van Wendy van Dijk, maar nu de knaller van Mariska van Kolk. Mariska moet naar een fotostudio en stapt nietsvermoedend in bij een slechtziende chauffeur, met alle gevolgen van dien. Van een rustig autoritje komt echt niet veel terecht. Arme Mariska. Dankjewel. Zo, wat een weer, hè? Heel slecht. Geweest. Ja. We moeten even. Het is 4 op de snelweg, dus we moeten even een andere route rijden. Dus dat duurt even langer. Ik weet niet waar de fotostudio is. En ik. Ja, ik weet het precies. Okay. Ik heb een beetje mijn bril. Ik heb normale lenzen. Dus ik zie niet zo goed vandaag. Oh. Een soort reservebril. Maar gewoon goed. Sorry. Pardon. Ja, dat is ook mijn auto niet. Oh. Stop hoor. Sorry. Okay. Ik hoop niet dat we buiten gaan. Het is koud geworden. Nee, het was gisteren zo mooi. Ja. Ik wil morgen mijn bloemetjes in de tuin gaan zetten. Wat voor foto's zijn het? Ik geloof voor nieuwe foto's voor het programma bij Ron en André. Oh ja, ja. Maken we nieuwe foto's? Het is niet voor de Playboy of zo. Nee, deze. Oh nee, dat zou ik niet kunnen. Nee? Nee, echt niet. Nee. Ook niet voor heel veel geld? Nee, nee. De meeste gaan toch wel overstag? Ja, maar ja. Ik zou dat. Oh, jeetje man. Kijk uit, zeg. Sorry. Hier rechtsaf. Oh. Zeg. Komt normaal, jongen. Als je het zo door blijft rijden, dan wil ik even iemand in de huis doen. Ik vind het een hele nare taxirit. Alsjeblieft nou, echt waar, nee, nu. Oh, ik word echt. Tranen springen in mijn ogen, weet u dat? Uit in godsnaam. Nee, nee. Steek niet met een glasplaat over, eikel. Je rijdt niet zo door de bos heen. Mee. Hoe je gek in de weg. Jezus, nou, ik moet door. Ik bel de politie wel. In die weg, maar klootzakken. Ik wil dat u me naar huis gaat brengen nu. Ik wil dat u nu mij naar huis brengt. Wilt u mij nu naar huis brengen? Ja, bij hem is. Nee, ik wil alsjeblieft. Nu heeft u een telefoontje bij u? Dat ik even kan bellen of zo. Nou, belt u maar. We zijn bij hem bij de studio. Ik denk beter is als we nu doorrijden. Sorry. Maar het was wel hun schuld. De omleiding. Nou, dan kunnen we waarschijnlijk wel zo doorheen. Ja, meestal moet ik wel aangeven. Dus daar zo. Het schuifdak staat open. Het wordt zo spannend. Het wordt nog veel en veel erger. U ziet het straks na de reclame. Wat meemaakt, joh. Wat was die dan? Welkom
welkom terug bij het toffe vee-dossier van Mariska van Kok. Mariska zit in een auto met een slechtziende chauffeur. Na een helse rit belanden zij bij een wegversperring. Hoe gaat het wat smullen? Ik wil dat u me naar huis gaat brengen nu. Ik wil dat u mij naar huis brengt. Wilt u mij nu naar huis brengen? We zijn bij me. Nee, ik wil alsjeblieft. Nu heeft u een telefoontje bij u? Dat ik even kan bellen of zo? Ja, belt u maar. We zijn bij me in de studio. Ik denk beter is als we nu doorrijden. Sorry. Maar het was wel hun schuld. Een omleiding. Nou, dan kunnen we waarschijnlijk wel zo doorheen. Ja, meestal moet het wel even. Daar zo. Hoe lang ongeveer duurt dat, meneer? Hoe lang nog ongeveer? Ik ga er niet door, schatje, want we zijn bezig. Maar hoe lang duurt dat nog? Gaat nog heel lang duren. Gaat zeker nog een paar uur duren, dus je kan er niks aan doen. Ja, we moeten er echt door, dat is heel belangrijk. Nee, dat kan niet. Nou, dan ga ik er wel langs. Als je naar een bekende Nederlander hebt, een bekende Nederlander achterin zitten. Dan ga ik er wel langs. Jongen, we moeten er nu gewoon even door. Je moet je bek houden. Het is hier toch afgesloten? Ik moet er toch wel langs? Je moet je bek houden, met je rust. Kunt u mij ongeveer zeggen hoe lang het nog duurt? Hé, doe even normaal, man! Heel lang. Doe even normaal! Nou, hé, niet doen! Nou ja, zeg. Frik! Hou die handen omhoog! Nee, niet doen, man! Hendel! Oh mijn god, schat! Kijk eens de camera's! Ze zit in de Oh shit! Sorry, ik schrijf me! Marika, van Kolk, wij zijn de mensen thuis. En ik was niet helemaal, ik wil ook niet meer aanwezig wat er rond de taal loopt.